Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schouwburg Amphion, Theater De Storm en Het Museater. Van harte welkom bij het Theaterjournaal. Vandaag natuurlijk weer naast mij Charlotte Rosten van het Amphion. En daarnaast Bert Freulich vanuit het Museater. En De Storm natuurlijk Ineke van Empel. Een wekelijks programma waar we met elkaar spreken over de theaters en de theaterprogramma's. Helemaal goed. En we gaan beginnen met jou, Ineke. Oh, ja. Want volgens mij komt er binnenkort iets heel moois bij jou. Ja, we hebben een heel leuk project. En dat is The Snowman. Dat is een hele mooie film. Daar doe ik op. Ja. Ja. Ja, dat is, het is een 4-plus voorstelling. Het is een prachtige... Echt voor kinderen, hè? Ja, nou eigenlijk niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er zonder kinderen naartoe geweest vorig jaar in Duitsland. Want het is van het Euregio Orkest uit Ahaus, aangevuld met kinderen die gewoon les hebben gekregen en geïntegreerd zijn in dat orkest. Die film die wordt gedraaid. We hebben de rechten moeten kopen vanuit Engeland om die film te mogen draaien. En dan wordt er dus live meegezongen, of meegespeeld met een heel groot orkest bij die film. En het is zo'n lieve film. En zijn de kinderen dan uit Winterswijk? Nee, uit Winterswijk en uit Duitsland. Dus Dat is ook wel heel leuk. We wonen natuurlijk allemaal zo'n beetje op de grens, maar ik helemaal. Want volgens mij als ik één stap buiten de deur doe, dan zit ik al in Duitsland. Dus het is heel leuk om op die manier ook gewoon eens wat meer Duitse mensen in je theater te krijgen. Maar even voor mijn duidelijkheid, hoe gaat het met de taal? Dat gaat ganz goed. Ja? Ja. Ja. Ja, maar is het in Nederland of in Duits? Ja, precies. Want nee. Dat is... Nou, muziek, heren. Een groot metropoolorkest, een regioorkest. Ja, maar je werd gezongen. Het koor zingt volgens mij het Engels mee. Maar nou moet ik heel even, want het is al een tijdje geleden dat ik Maar jij begon, het is vanuit de film, de Snowman, is natuurlijk bekend. Ja, maar de film Snowman is ook gewoon eigenlijk een tekenfilm met alleen muziek. Daar komt een koor in voor, maar voor de rest wordt daar niet in gesproken. Okay. Je kent hem niet, hè? Nee, onvoldoende blijkbaar. Ja. Ja. Maar het is echt een hele lieve film. Het is echt, ik hou al bij IT, maar hier ook ga ik ook altijd mis. Ja, ik heb hem... Ja, vreselijk. Zo gaat het huilen. Kinderen weten dat iets beter. Ik neem even een slokje water. Het zijn voor een groot gedeelte beroepsmuzikanten. Maar zij nemen een aantal kinderen spelen mee in dat orkest. Dus het is een project van een aantal kinderen van muziekscholen, et cetera, die gewoon meespelen in dat orkest. Maar het is eigenlijk in die zin al een stukje kerst en sfeer. We zitten hier met prachtige Sinterklaascadeautjes. Het is een wintervoorstelling. Ja, zo noem je het. Dus, de film duurt eigenlijk maar een half uur en dat is natuurlijk te kort voor een programma. Dus het eerste half uur of tweede half uur, dat weten we nog niet precies, maar ik denk het eerste half uur. Ja. Dan gaat de dirigent Michael Rijn, volgens mij is het wel in Duits, maar hij spreekt vloeiend Nederlands, gelukkig wel. Want we hebben natuurlijk en Duitse en Nederlandse kinderen in de zaal met hun ouders. Maar vertel even kort, wat nu... Nou, zij gaan dus die muziek... Daar is de camera... De muziekinstrumenten allemaal voorstellen als het ware aan de kinderen. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet... Een soort Peter en de Wolf. Dat idee. Dus dat is gewoon heel, het is heel interactief met de kinderen, want ze gaan dan inderdaad vinden, dat weet ik en zo. Dus dat is echt mooi, heel erg leuk. Maar het is een superleuke film. Ja, fantastisch. Ja. Nou, helemaal goed. Dankjewel Ineke. We gaan zo even verder naar Charles, maar een hele andere voorstelling, toch? Zeker. Kun je wel stellen, ja. Maar ik meld nog even, we gaan ook straks tussendoor naar jouw bijdrage gaan we het hebben even over, of gaan we kijken naar de theatercamp en we gaan kijken natuurlijk naar de theateragenda en dat komt zo. Maar nu eerst even naar Charles. Charles, wat heb jij meegenomen? Ik heb nou niks meegenomen, maar wat de voorstelling waar ik het over wil hebben, 5 december op Sinterklaasavond, volgende week donderdag. Je ziet het, hè? Ja, we zien het. Dan hebben wij Spuitsneeuw en dat is een voorstelling van Alex Klaassen. En Alex Klaassen is wat mij betreft echt een van de grootste talenten van Nederland. Hij heeft samen met 2 andere spelers een kerstshow gemaakt. Die weliswaar wel al bij ons op 5 december speelt. Er komt ook een Sinterklaas in voor in die kerstshow. En het zijn een aantal typetjes. Jij lacht al. Ik heb het filmpje gezien. Ik ga dadelijk even vertellen. Maar ik begin nu al te lachen.
Nee, dit, filmpje mag niet in de uitzending. Er is een filmpje, als de kijkers even gaan op YouTube of op FocusTV.tv. Kijken naar Alex Klaassen en dan Spuitsneeuw, want zo heet de voorstelling. Daar zit een zeer hilarisch filmpje in. Alleen, ik heb het niet gezien. Nee, dat klopt. Maar de Goed Heiligman komt daar niet helemaal goed vanaf. Dus vandaar dat we hem niet primetime op FocusTV laten zien. Maar dat is wel hilarisch. Maar dat geeft in ieder geval aan waar die voorstelling... dat geeft wel een sfeer van de voorstelling. Want in de voorstelling hebben ze zeg maar een typetje. Alex Klaassen speelt zelf 5 typetjes. Zijn mee 2 medeacteurs spelen een aantal typetjes. En ze hebben dus een aantal settings van de gevoelens rondom kerst. Dus een aantal dames die bij elkaar in huis zitten en redelijk eenzaam zijn. Maar ook een aantal oudere mensen op leeftijd die meer zin hebben in seks dan bijvoorbeeld in kerstfeest 4. Dit lijkt me echt een kindervoorstelling. Nee? Ja, dus niet. Want Alex Klaassen zat bijvoorbeeld vorig jaar in Woefside Story van het Rood Theater. Hij komt in het voorjaar met een nieuwe voorstelling ook weer van het Rood Theater, Lang en Gelukkig. En dat is een familievoorstelling, een kindervoorstelling. Maar dit is echt een 12-plus voorstelling. 12-plus? Absoluut. Dat moet kunnen. Jullie krijgen hem ook of nee. Nee, dat niet? Helaas niet. Nee. Maar misschien kan ik wel kijken. Want wij hebben niks op 5 december. Ik vind Alex Klaassen echt... Ja, dat is ik natuurlijk... Ik vind dat gewoon echt zo super. Ja. Als je nou niks te doen hebt op 5 december, is het natuurlijk een prachtig Sinterklaas cadeau, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja. Helemaal waar. Ja. Je mag die cadeautjes ook meenemen hieruit. Ja, ja. Hoe het met Sinterklaas dan aflopen, moeten we even zien. Hè? Ja, nou, dat moet je me even op YouTube kijken. Even kijken. Ja, prachtig. Heel goed. Ja, we gaan nu even kijken naar de theatercamp. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel. We gaan vanavond spelen. Ja, klopt. Wat gaan jullie hier doen vanavond? Wij gaan een stuk brengen. Mooi. Een heel mooi stuk. En dat heel heet... mooi stuk, het is een drama. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Ja. Nou, en kijk eens goed. Kijk eens. Dat doen we hier op de bank. Ja. Het wordt een beetje lachen, het wordt een beetje huilen. Het wordt, het is wel comedy. Hè? Zo kan ik het wel noemen. Ja, het is cabaret comedy. Ja. De vorige keer wat je was met dat met Help, ik heb mijn vrouw zang gemaakt. Ja. Dat is echt theater, toneel, zang. Dat is het nu weer. Cabaret. Het is hysterisch. Het is wat botter dan de vorige keer. Leuk. De grappen zijn wat botter. Ja. De overgangen zijn wat harder. Het is iets dynamischer. Ja, het lijkt eigenlijk nergens naar, zou mijn moeder zeggen. Ja, wat is dit nou, jongen? Daar kan ik toch helemaal niks mee. Dus, en het is heel interessant. Het publiek is heel, het is echt van oud naar jong. Er zitten soms wat oude mensen die denken, nou, vinden ze dat wel leuk? Nou, die moeten altijd omheen hard lachen. Ja. Maar dat moet vooral een voorstelling zijn voor mensen die hard willen lachen en voor de slechte grappen. En ook het mooie vinden om mooie liedjes te horen. Want Annemarie kan toevallig, je zou het niet verwachten. Nee. Maar die kan heel mooi zingen. Ja, daar krijg ik veel complimenten over. Ja, ja ook van je moeder wel, toch? Ja, vooral van mijn moeder. Ja. Ja. Dat zijn wel de mensen van wie het verwacht dat. Ja. Nee, maar het gaat natuurlijk over een jong stel, een jong dynamisch stel, wat ineens een kind krijgt. Vooral vanuit de man gezien het hele wereld op de kop staat. Want zijn vrouw is veranderd, zijn leven is veranderd. Zijn vrouw is hysterisch. Ja? Ik ben nogal hysterisch. En het is herkenbaar voor iedere man die kinderen krijgt? Ik denk dat het is voor elke ouder is het heel herkenbaar. Ja. En het is vooral inderdaad heel erg zwaar voor de man. Dat is heel herkenbaar. En vrouwen zeggen allemaal dat het niet zo is. Dus voor de man is het heerlijk om in de zaal te zitten van, dat heeft dus iedere man. Het relativeert gewoon. Precies, het relativeert. Inderdaad, het is een soort therapie. Ja. Die mannen die meegesleept worden hier naartoe door een vrouw, die gaan echt, genieten. Die denken, ik ben blij dat ik toch ben meegegaan. Ja. En die mogen s'avonds ook weer seks hebben, want daar hebben we het ook over. Dat is ook heel fijn. Dat is ook mooi meegenomen. Dat is mooi meegenomen. Dat ook, ik hoop het voor ze. Ja, ik hoop het ook. Dat ontspant het boel enorm. Ja. Dat klinkt hartstikke goed. Hey, hoe is het met je borsten? Dat zijn geen lustobjecten meer, maar functionele melklieren voor het zogen. Dus wil ik dat je er vanaf blijft. Vanaf blijft? Ja. Maar ik mag er toch wel een keer aan zitten. Nou ja. Je hebt wel een keer zo'n zin, maar kun je geen zin maken? Nou, jij hebt altijd zin, dat is doodvermoeiend. Nou, ik kan even in de agenda kijken. In de agenda kijken? Ja, misschien kan ik wel in week 23 of in week 45. 23 of week 45? Ja. Dat duurt wel erg lang. Ja, maar goed... Dan pas heb ik tijd, hè? En wanneer heb je dan tijd in week 23? Uit mijn hoofd op maandag tussen 18 uur 45 en 19 uur 6. Dat is wel wat kort. Ja, maar dan moet ik naar de yoga, dus ja. En week 45 dan? Week 45 kunnen we doen de zaterdagochtend om 8 uur voor ik ga joggen. Lijkt me heerlijk. Ja. Ik heb dan wel die man op vrijdagavond. Ja, maar goed, dat zijn dan de keuzes en de prioriteiten die je stelt. En... Ja, ik denk wel dat, Dus graag niet. Oh, je hebt gelijk.
Nou ja, weet je zo. Zo, zo'n beetje. Dit was de theatercamp en we schakelen gelijk even door naar de theateragenda. En daarin kunnen we kijken wat er in de komende periode aan voorstellingen zijn in de theaters. It's glistening once again, and candy canes and silver lanes are glowing. Verdamme, weer een kerstshow hoor. Nou, als Sint ergens een teringhekel aan heeft, dan is het wel aan kerstshows. Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Telkens weer haal ik me in mijn hoofd. Avec de l'Italie. De cendre et l'esco avec Frida la blonde. Je moet ze prijzen, applaudisseren als ze zelf hun broek opheizen. Je moet ze prijzen. De new exciting Cirque Stiletto 2, starring Ellen ten Damme, het stoutste meisje van het circus. Met wereldband in de stijl van Minnie en Maxi, internationale circusacts en de Stiletto Dancers. Uit de pers nog grootser en knallender. Nou, u ziet er is weer voldoende te beleven in de theaters. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee met z'n allen. Prachtige programma's wat dat betreft. Maar we gaan nu naar Museater, de Keet. Ja, ja, morgen. Heel snel. Wat gaan mensen zien? Snel schakelen. Ja. Nu gaan kaartjes kopen. Want? Nee, The Gate is een voorstelling van jonge makers van IS. IS is een dansgroep van jonge mensen met allerlei dansstijlen. Marco Gerris is daar een van de artistiek leiders achter. En die heeft ook een paar jaar terug in de jury gezeten, volgens mij. So you think you can dance. Ja, dat is wat. Het is allemaal wat. Maar dat is wel de traditie waar al die dansers een ruimte krijgen in dat gezelschap om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ze werken aan de hand van een verhaal. En het gaat over The Gate. Nou, dat is een heel verhaal omheen. Dat drie jongens die gaan er door het gat heen. En neem ons eens mee. Dus die jongens gaan... Jongens gaan door het gat. Maar dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Dus er is jaloezie wie als eerste doorheen gaat. Je moet gebatteld worden natuurlijk. Er ontstaat een wrijving tussen de drie. Alle emoties zo'n beetje komen aan bod. En dat gaan zij mooi vormgeven door dans. Het is echt voor jongeren. Ja. 50, 60 minuten, dus het is niet zo'n hele lange voorstelling. Dus echt de moeite waard. Nou, jongeren even afbakenen? Nou, vanaf zijn wij ook nog, ja, toch? Ja, als je jong voelt mag je er ook zeker naartoe komen. Ja. Oudere jongeren ook, want het is echt vanaf 12 jaar is het. Ja. Ouders zouden echt hun kind mee kunnen nemen, ze gaan zelf gewoon... Ja, dat zie je ook gebeuren. Neem ze mee. Was de clue... CKV-voorstelling hoort. Ja, is ook. We hebben smiddags, smiddags een voor de school een besloten voorstelling en s'avonds open... Wat is nou de boodschap die erin zit? Of mag je dat niet vertellen nog? Is dat nog een verrassing? Oh, de boodschap is, ja, dat is een lastige. Want als je daar zijn jongeren... ik vraag me, wat wil je meegeven in de keten? Ja, dat is een hele goede vraag. Volgens mij is het dat je weliswaar samen strijdt, maar dat uiteindelijk de verbinding die je met elkaar aangaat, dat het belangrijkste is. Dus je moet uiteindelijk gezamenlijk moet je door die gate. Je kunt niet alleen. Dus volgens mij is dat een boodschap. Het gaat ook over vriendschap natuurlijk en over eigenlijk waar theater zo vaak gebruikt wordt. De aspecten van het leven. Ja. En het heel gericht op jongeren. En dat met de vorm van hip-hop en dans. En, ja, dat is natuurlijk wel heel prachtig. Zitten er meer dan drie dansen of zijn het drie dansen? Volgens mij zijn het drie dansen. Ja. Okay, ja. Ja.
Nou ja. Dus echt de moeite waard. Morgen? Lekker harde muziek, hip-hop en een mooi inhoudelijk verhaal ook nog. Dus, ja. Morgen in het Museum, 8:15. Ja, fantastisch. 29 november. 29 november. 29. Voor de zekerheid. Ja. Goed zo. Nou, volgens mij zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Ja. Ja. Het gaat toch snel eigenlijk elke week weer. Hè? Ja. Ik zie alweer uit naar volgende week. Bye. Gaan we elkaar weer zien. Ja. Had jij niet nog wat... Nog een tattoo? Nee. Nee, hè? Nee. Had jij niet met pumps nog? Ik ben aan het zoeken. Oké. Okay. Houden we het goed. Houden we vast. Ik wil u bedanken voor het kijken. U kunt alles nog even terugkijken, teruglezen. Focus.tv. En wat mij betreft graag namens ons allen tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schouwburg Amphion, Theater De Storm en het Museater.